Jongens, Jeroz King is vandaag weer in live commentary op Modern Warfare 3. We gaan proberen een mo op te halen. En als we de eerste mo op hebben gehaald, gaan we meteen door naar de dubbel mo. Want ik heb nog nooit een dubbel mo op live gehaald in een live commentary. Dus we gaan het nu proberen te doen. We spelen Resistance, Domination Resistance, 9 tegen 9. Want we spelen Ground War. Ik ga denk ik even spelen met de Aesir, oftewel de Gaesir. Want we moeten natuurlijk die dubbel mo op proberen te halen. En dat lukt alleen met Aesir, want als je bijvoorbeeld met een Scar gaat spelen, dan wordt het weer wat moeilijk omdat het wapen niet zo overpowered is. Aesir gebruikt iedereen in dit spel, dus wij gaan er ook gewoon mee spelen. We gaan natuurlijk proberen de dual mode te halen, zoals ik net al 4 keer heb gezegd. En als het laatste scherm voorbij is, dan kunnen we gaan beginnen. Ik heb net natuurlijk de Neon Cat of de Pingpong Challenge gehaald. Dus mocht je die nog niet hebben gezien, zal ik even een annotatie op het scherm zetten en een link in de beschrijving zetten. Dan kan je die alsnog kijken. Ga spelen met Aesir. Pak meteen even de A-vlag, resen we door naar C. En dan moet het waarschijnlijk wel gaan lukken. Ik denk het niet, maar... we kunnen het altijd proberen. Meestal ga je meteen dood en short op afrennen. Want ik ga eigenlijk nooit via de linkerkant. Maar we moeten een keertje variatie erin brengen. Ik ga altijd naar de B-vlag. Maar we rennen nu al een keertje naar de C-vlag meteen. Meteen even een neetje eroverheen gooien hier. Hup. Die gaat volgens mij tegen het flatgebouw aan. Maar het maakt me helemaal niks uit. We pushen gewoon door. Iemand heeft die auto hier in de hands gezet. Kijk. Oh shit. Er staat gewoon in naast me hier. Jij killt me mooi niet. Kijk uit, vriend naast je. We lopen er gewoon in naast je. Ik weet niet wat jij nou weer mee bezig bent. Die teammaat van me die dacht ook. Huh, er is er één dood. Ik ga er gewoon mooi op afrennen hoor. Kijk wat er gebeurt. Ja, dan ga je dood hè, als je dat doet. Even kijken of ik door een bosje kan killen. Komt hij hier op me af? Of gaat hij liggen? Nee, hij komt wel op me af. Hij komt wel op me af. Zit er nog één? Er staat er nog één naast me, joh. Hij staat gewoon naast me. Wat is dit nou? Ben ik nou zo scheef? Hij staat gewoon naast me. Dat wist ik niet. Hij was gewoon, hij was gewoon naast me komen staan. Nou, ja, maakt niet uit. We gaan gewoon proberen die mol op te halen. 1 dead maakt niet uit. 2 dead maakt ook niet uit. Maar 3 dead dat moeten we natuurlijk niet halen. Oké, dan zie ik er hierin staan. Kom op, teammaat, jullie kunnen ook wel wat, toch? Nee, nee. Uh-oh. Ik heb nog geen Blast Shield. Ik krijg het pas bij mijn derde unlock bij mijn specialist. Dus ik moet het nog eventjes doen zonder Blast Shield. Ik zie dat er hier één op me staat te schieten. Maar we rennen wel eventjes gewoon weg. Hun komen zo meteen naar A toe. Dus dan rennen wij nu gewoon op B af. En dan proberen we B eventjes te pakken. Zodat hun A kunnen pakken. En dan kunnen wij daar naar C pakken. En dan spantrappen ze gewoon keihard op A. Want op A spantrappen is het makkelijkste om in deze map te doen. Dus dat zijn hun nu ook aan het doen. Hun pakken zo te zijn nu A. Dus als wij nu even doorpushen met ons team. Ze kunnen me niet horen, dus ik kan ook niet met ze communiceren. Dat is best wel irritant, maar daar kan ik verder ook niks aan doen. Jij stond daar lekker mooi te campen. Dat is echt een beruchte campspot daarop. Dat soort van containertje of zo. Daar staat altijd iedereen op te campen. Dus als je hier naartoe rent, kijk altijd op dit containertje. Want daar staat altijd iedereen op. Komt er nu nog een aan. Kijk eens aan, mooie killsteal. Dat was eigenlijk een keiharde killsteal. Er staat hier eentje gewoon in het tuigje te campen. Ik weet niet wat die precies aan het doen was. Even portable radar gooien, want er komt er zo te zien nog een aan. Oh shit, ze staan allemaal in het huisje naast me. Oh shit, oh shit, oh shit. Eventjes hier blijven staan, want die auto gaat zo ontploffen. Dus ze kunnen er niet op af. En ik stond midden in de map te campen. Ik stond gewoon midden in de straatje te campen. Dus dat was een beetje irritant. Die spans zijn echt op het moment scheid irritant. Maar daar moeten we maar mee leven. Want ik kan die spans ook niet zo 1, 2, 3 veranderen. Dat moet mijn team erbij helpen. Maar ik kan niet met ze communiceren. Dus we moeten het samen doen zonder te communiceren. Wat echt moeilijk is om te doen. Maar dat moet gewoon lukken. Want anders kunnen we helemaal niks in dit game doen. Draai jij je om of ren jij weer door? Draai jij je om of ren jij weer door? Hij draait zich om. Wat een sukkel. Dat was nou niet slim om te doen. Push, oh shit, hij spant er gewoon in voor me. Kijk dit dan, hij spande daar gewoon. Ik zie hem gewoon in mijn schermpje spannen. Even snel portable radar neergooien, want kijk, ze spannen hier dus zo te zien. Even kijken of daar een neetje... no shit, ik stuk hem op de muur. Lekker slim, Jan. Top gedaan weer. Jij rent hier bukkend, dat is nooit handig om te doen. We gaan even hier achter blijven campen, want ik weet dat ze voor me gaan lopen spannen in dat huisje. Ja, 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 ja. Lekker dan, we hebben alweer specialist boner. Kijk uit voor die predator, jongens. Dan gaan we even kijken of we de A-vlag af kunnen rennen. Ik denk wel dat dat gaat lukken. Nee, ze komen via B. Dan blijven wij gewoon even in het huisje staan, want als ze blijven komen, dan blijven wij ook gewoon staan. Nog een tip om te geven, als je ziet komen, blijf dan gewoon staan. Ga niet wegrennen ofzo, omdat je denkt van, ik wil niet te lang blijven campen. Nee, blijf gewoon staan, want anders ga je dood, omdat je er weer op af gaat rennen. En soms moet je gewoon eventjes blijven campen, achter een soort van toonbankje waar ik nu achter sta. Ik zie dat er daar ook een sniper bovenop staat. Even kijken of we die kunnen... oh shit, nu komen ze allemaal aan. Oké, nu komen ze echt allemaal aan. Ik kan nu gewoon niet weg hier, we moeten gewoon niet blijven staan, want anders zijn we dood. Stomme riot shield vent, die hebben we ook nog gelukkig gekild. Ze hebben zo te zien ook nog trophy systems hier staan. Dat gaat wel lekker hè, met hun. Als ik nou hier gewoon weg kan lopen, maar dat kan ik niet op het moment. Die sniper is naar beneden gesprongen, Johnny heet hij. Of John, nee, hij heet wel Johnny, maar hij heeft maar één N in zijn naam of één H. Ik weet niet precies hoe hij die naam schrijft. We kunnen hier gewoon niet weg, hè, op het moment. Ik wilde wel weg, maar dat lukt gewoon niet. Mijn teammaten hebben nu B gepakt, dus als het goed is gaan die teammaten van hun nu wel gewoon weg hier. Even snel met mijn MP9 sprayen. Ik kan hier gewoon niet weg achter deze toonbank. Ik kan wel naar links toe lopen, maar daar heb ik niks aan. Want kijk, hun zitten nu allemaal bij A. Nee, wacht, we kunnen wel naar A, want hun pakken A. Weg hier, weg hier, weg hier. Ik ren er nu gewoon weg. Ik heb het gehad hier. Ik wil niet te lang hier blijven campen. Ik heb het al veel te lang gedaan. Maar ik wil niet zo lang blijven campen dat ik gewoon mijn mol ophaal op één plek. Want dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar ik kon er gewoon eventjes op dit moment niet weg. Net ook bij die Neon... of ik zeg het heet Neon Cat Challenge. Want dat zeg ik automatisch. Net bij die Pingpong Challenge kon ik ook gewoon niet weg. Dan had ik ook eventjes gecampt. Maar dat is dit spel. Soms kan je gewoon niet wegrennen op bepaalde momenten. En dan moet je gewoon eventjes blijven staan. Op dit moment kan ik dus ook niet wegrennen. Want ik zie ze allemaal naast me staan. Dus als ik nu weer wegren, dan ga ik ook weer dood. Dus soms moet je gewoon campen. Kijk,
campen in het spel, dat kan wel, weet je. Als je maar niet te lang blijft campen. Als je echt gewoon 3 uur lang op één spot blijft campen, dat is natuurlijk niet leuk. Maar soms eventjes blijven zitten, dat kan wel gewoon. Dat maakt helemaal niks uit. Iedereen campt wel eens in zijn leven. Maar te lang blijven campen, dat moet je gewoon niet doen. Wij blijven nu gewoon weer even achter deze toonbank staan. Want ik zie dat er weer een aankomt op een portable raider. Kom maar, jongen. Volgens mij hebben we dan de mol. Volgens mij zit de laatste kills met teammaten niet killed. Wat zijn jullie allemaal aan het doen daar, joh? Ze stonden gewoon tegen elkaar aan te rijden of zo. Ik weet niet precies wat ze aan het doen waren. Ik zie dat ze nu allemaal naast me staan, dus nu moeten we helemaal blijven opletten, want ze staan nu echt overal. Ze staan nu echt overal, jongens. Mijn team die is niet echt lekker bezig, want ze renderen een beetje raar op af, waardoor die spans ook echt gewoon raar zijn op het moment. Ik ren even die teammaat achterna die ik daar op de map zie staan. Ik kijk nu echt alleen maar op mijn map, ik kijk niet meer om me heen. Ik kijk echt alleen maar op mijn map, zodat ik weet waar de enemies staan. En die staan dus hier allemaal naast me. Lekker is dat weer, er sprong er ook nog één naar beneden, dus die weet nu dat ik hier sta. Die gaan we eventjes opproberen te wachten. Assist count is kill, dat is altijd handig, want als je 2 assists krijgt heb je ook weer een kill erbij. Dat is altijd leuk. Heel veel mensen zei ik altijd om assist. Maar in dit spel maakt het helemaal niks uit als je assist krijgt. Zolang ik mijn Hardline Pro aan heb staan. Even op mijn UAV blijven letten. Want ik zie dat ze dus allemaal nog steeds bij aanspannen. Dan gaan wij even er langzaam op af proberen te rennen. Nee, zo gooi je ineens op mijn weg hier. Dat gaat niet werken om er nu op af te rennen. Als we UAV blijven houden, kan ik ze waarschijnlijk wel pakken. Maar dat gaat zo te zien ook niet lukken. Want de UAV is nu bijna weg. Blijf hier even in het tuintje campen. Want ik zie dat er een aankomt. Wordt hij gekild door mijn teammaat? Ja, die wordt gekild door mijn teammaat. Kunnen wij hier ook weer weg? Hebben we alweer ammo voor onze ACR? Dat hebben we. Dan kunnen we weer switchen van wapen. Dan pakken we even de ACR. De teammaten zitten nu aan te pakken, dat gaat lekker zo, dan hebben we de A-vlag. En zoals ik net aan het begin van dit commentaar zei, op de A-vlag is echt een goede spawn trap. En zo te zien, spawn trapten we ook echt keihard op de A-vlag. Want ik heb een dikke killstreak gehaald op één bepaalde spot. En dat kwam dus gewoon omdat ze keihard gespawn trapped waren. Die fan zit hier nog steeds boven, dus die wachten heel eventjes op. Mijn teammaat zit hem ook op te wachten, dus als hij naar boven gaat, dan kan ik hem afleiden met gewoon een beetje dom te lopen schieten. Maar dat ga ik niet doen, want dan verraad ik mijn eigen spot en dat wil ik nou net niet. Blijf hier heel even achter staan. Kijk, ze komen nu via de zijkant. Dat is nooit slim om te doen, enemy. Sommige mensen zijn niet zo heel slim. Als hij hem even killstealt, killsteal me maar. Hij kijkt nog ineens op zijn map, joh, die sukkel. Kijk, de mob. Oké, dat is de eerste mob. We gaan proberen de tweede mob te halen. Ik ga even suicide doen. Tweede mob moet het doen zijn. Even kijken waar alle enemies lopen. Ik heb hem meteen ingeroepen voor als ik die tweede mob niet haal. Dan heb ik alsnog de eerste kunnen inroepen. Even kijken als ik nu dood ga. Kill me maar. Kill me, kill me, kill me, kill me. Doe het, doe het. Ja, lekker go. Oké, dan gaan we proberen voor de tweede mob. Als het gaat lukken, dan zal het wel mooi meegenomen zijn. Maar ik weet dus niet of het gaat lukken. Dat is de eerste mob. Snel spannen. Dan kunnen we meteen nog proberen om de tweede te halen. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar we kunnen het altijd proberen. Kijk, daar in de verte zie ik ze allemaal lopen. We gaan gewoon eventjes op de B-vlag af, want we moeten ook nog proberen te winnen. Dus als ons team eventjes de B-vlag pakt, dan moet het te doen zijn. Die vent wordt gekillt door mijn eigen teammaat. Lekker dan. Het was geen killsteal, want als ik hem had gekillt, had ik hem juist gekillsteal. Dus dit was gewoon fair play. Eventjes hier achter blijven campen. Zoals ik net zei, bij die containers staat altijd iedereen te campen. Maar dit muurtje waar ik nu sta, staat ook altijd iedereen te campen. Maar nu sta ik er eventjes. En die teammaat van mij deed helemaal niks. Er kwam er één in mijn rug. Maakt niet uit. We moeten gewoon doorgaan. We staan 41-4. Die tweede mob zit er echt in. Want we spelen niet echt tegen goede enemies. Dus het moet gewoon te doen zijn om die tweede mob te halen. Mijn teammaat zit er niet op te letten. Want er rent hier gewoon eentje langs allemaal. Als die nou eventjes wordt gekillt. Kill hem. Nee, je rent langs hem, Flip. Je rent langs hem. Kijk nou op je map. Goed zo. Het duurde eventjes. Maar ze hadden uiteindelijk door dat er daar ook nog een enemy liep. Hij stond al een half uur op onze map, maar ze hadden uiteindelijk door, gelukkig. Er staan daar 2 snipertjes. We hebben onze Assassin unlocked. Dat is altijd goed om die Assassin unlocked te hebben, want die heb je gewoon nodig om je mob te halen. Zonder Assassin kan je bijna geen mob halen. Even ons portable radar neergegooid. Dan zie ik dat er hier een enemy naast me staat. Jij komt mooi op me afrenden. Staat er nog eentje, kunnen we die ook nog killen? Kijk eens aan. Dan staat die sniper er waarschijnlijk ook nog. Ja, die sniper staat er nog. We zitten hier opgesloten in een soort van garage. Dat is nou echt scheid om te hebben. Maar daar kunnen we ook niks aan doen. Die sniper staat nog steeds te hardscopen. Want die sniper is dood. Er komen enemies om me afrennen. Kunnen we die ook nog killen. En we hebben onze specialist boner alweer. Dan ga ik er even langzaam op af. Nee, ik ga er niet op af. Snel, weg hier, weg hier, weg hier. Kijk, dat bedoel ik dus. Ik kon er gewoon niet op af. Ze spannen allemaal het huisje voor me. Dus daar kan ik er gewoon niet op afrennen. Die sniper zit met de hardscopen. Iedereen zit met de hardscopen. En ik krijg een net omhoog. Ik wist het. Ik kon er gewoon niet weg. Dit is zo irritant, hè. Dat is altijd in ground. Want je kan soms gewoon niet wegrennen. Pak snel eventjes de C-vlag. Kom op, team. Help me. Dan moeten we even doorrennen naar de B-vlag. Dan kunnen we misschien weer spantrap op A. Dan moet het te doen zijn. Ik denk dat ik hier een nieuwe challenge van ga maken. Gewoon Road to Duel live mob. Dat zal wel vet lijken om dat te doen. Als jullie dat willen zien, laat het even weten in de reacties. Want dan ga ik het vaker proberen. Want ik denk wel dat het moet lukken in een live commentary. Want het is niet zo moeilijk, maar je moet gewoon een goed game zoeken. Dat moet je bij alles. Als je gaat voor een goede score, moet je gewoon een goed team hebben. Moet je een goed game hebben. Moet je goede enemies hebben. Anders lukt het gewoon niet. En zo te zien lukt het nu dus ook niet. Er staat een sentry gun naast me en ze hebben een helikopter. Dus nu moeten we echt gaan oppassen. Ik wil snel het raampje in. Dat huisje in. Door het raampje. Kom aan naar binnen. Goed zo. En dan rennen we nu door. Kijk uit voor die heli, want die heli vliegt boven me. We kunnen gewoon doorrennen waarschijnlijk. Ik moet nu eventjes hier binnen blijven, want die heli zit nog steeds in de lucht. Maar ik wil niet binnen blijven, want ik wil voor die dual mob opgaan. Nee, kijk, ik wist het, hè. Ik wist, soms moet je gewoon eventjes blijven zitten. En ik deed het weer niet. Ik wil nu te snel gaan en dat lukt die dual mob gewoon niet. Soms moet je gewoon eventjes rustig gaan doen. Ik ben nu veel te druk op het moment. Dat hoor je ook hoe snel ik praat. Want ik ben volgens mij alleen maar sneller gaan praten in de loop van dit commentary. Maar ik ben nu gewoon te druk. Ik wil die dual mob
halen. Ik wil die live duel mob halen, maar daar ren ik gewoon te snel op af. Dan lukt het niet meer. We hebben het game ook nog eens verloren omdat onze teammaten niet echt lekker bezig waren. Ze pakten te veel vlaggen, waardoor die spans dan echt gewoon raar gaan doen. Ik probeer even die helikopter uit de lucht te schieten, want ik word er helemaal gek van. Nee, niet om te schieten. Ah, schijt helikopter. Je hebt 2 ammo's nodig van je AC om zo'n ding neer te schieten. Dus ik kan hem waarschijnlijk wel heel snel neerschieten, maar... Ja, hij is bijna uit de lucht. Als mijn team nou eventjes helpt, die laat hem ook gewoon vliegen. Niemand die hem afschiet. Nee, laat het ding lekker vliegen, joh. Oeh, kill de minion nog bijna een keer. Ik wil hem nu uit de lucht hebben ook. Ik ga niet stoppen voordat hij uit de lucht is. Ik wil de helikopter... Oh, hij is nu al weg. Verdwijnt hij. Zit ik even voor niks op hebben. Nou ja. Losing B ook nog eens. Kijk, mijn team aan te letten ook niet op. Kijk, er staat hier gewoon iemand op de map. En ze schieten er gewoon niet op. Kijk, soms... Soms, het zijn wat chille teammaten die ik op het moment heb, maar ze letten gewoon niet op. Je moet op je minimap blijven kijken. Minimap is echt gewoon hetgene waar je moab mee haalt. Soms kijk ik echt alleen maar om mijn kaartje. Ik doe verder soms helemaal niks en ik haal gewoon een moab door alleen maar om mijn kaartje te kijken. Je hebt dat kaartje gewoon nodig. Zonder kaartje lukt het niet. En als je teammaten dan niet op het kaartje kijken, dan kan jij dus worden gebackreept, omdat hun niet zitten op te letten. En dan word ik gepanicknifed door iemand. Panicknife, in het spel zit natuurlijk een panicknife, dat was ik ook weer vergeten, want de Black Ops 2 zat eruit gehaald. We hebben onze duel mob niet gehaald, maar ja, het is de eerste poging, eerste game dat ik heb gespeeld, dus dan kan het wel eens fout gaan. En nu is het dus fout gaan en we de game nog verloren ook, dus dat is helemaal poep als je de game ook nog eens verliest erbij. Ik kon nooit verliezen. We hebben verloren, jammer genoeg, we hebben wel 1 mob opgehaald, dus dat vind ik wel weer mooi. Als je dit als serie wil zien, gewoon een live mob. Of dual moab, ik weet niet precies wat ik dan ga doen. Laat me dan even weten in de reacties. Vergeet de video alsjeblieft een duimpje omhoog te geven. Helpt me enorm met groeien. En blijft me gemotiveerd houden om nieuwe filmpjes te maken. Dus jongens, tot de volgende keer hè. Bye bye.